Het is bijna kerstmis en de straten van de stad zijn verlicht. Een eindeloze rij winkels. Geraffineerde, maar exorbitante rijkdom. Maar mijn hart is ongelovig en zelfs in opstand. Deze rijke wereld heeft zich kerstmis toegeëigend en alles wat daarbij hoort. En heeft Jezus verbannen. Deze wereld houdt van de poëzie, de sfeer, de vriendschap die kerstmis brengt. De geschenken, de lichten, de sterren, de liedjes. Hij wacht op kerstmis om de beste winst van het jaar te maken. Maar voor Jezus geen gedachte. Hij kwam naar zijn volk en zijn volk ontving hem niet. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Nee, zelfs niet met kerstmis. Vannacht heb ik niet geslapen. De gedachte hield me wakker. Als hij opnieuw geboren zou worden, zou ik veel dingen doen. Ik zou een werk oprichten ten dienste van de kerstmissen van alle volkeren van de wereld. Ik zou de mooiste kerstkaarten ter wereld afdrukken. Ik zou gedichten en liedjes opnemen van vroeger en nu. Ik zou boeken illustreren voor kinderen en volwassenen over dit mysterie van de liefde. Ik zou scripts schrijven voor theater en films. Ik weet niet wat ik zou doen. Vandaag dank ik de kerk om ons de beelden die ons de geboorte van Jezus voorstellen te hebben bewaard. Enkele jaren geleden, toen ik een door atheïsme beheerst land bezocht, ontmoette ik een priester daar die beelden van engelen maakte om de mensen aan de hemel te laten denken. Vandaag begrijp ik dat beter. Het wordt vereist door het praktische atheïsme dat nu de hele wereld is binnengedrongen. Zeker, kerstmis vieren en tegelijkertijd de nieuwgeborenen verbannen maakt ons verdrietig. Laten we tenminste in onze eigen huizen verkondigen dat Hij geboren is. Laten we zijn komst vieren als nooit tevoren.